Ik wens je vrede en recht toe. Dit is een reeks van 4 kleine verhalen samen gebundeld onder de naam Slechte Leiders. Ik heb zeker niet de vrijmoedigheid om een oordeel uit te spreken over de leiders. Dat is niet aan mij. Het is verboden. Jezus heeft zijn volgelingen verboden om te oordelen. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Ik neem je mee naar het Bijbelboek Ezechiël van een priester die 600 jaar voor Christus in gevangenschap in Babylon gevangen zat. En hij kreeg woorden van de God de Schepper. Profetieën heet dat. Hij heeft dat opgeschreven in het Bijbelboek Ezechiël. En hij heeft daar in hoofdstuk 34 heel nadrukkelijk gezegd wat we in de eerste van de reeks hebben behandeld. Wat is er aan de hand met de leiders? Het zijn herders die zichzelf voeden. Wee hun. In de tweede uitzending is het gegaan over de schapen. Dat zijn wij. Degene die de dupe zijn. Degene die onderdrukt worden. Die verstrooid worden. Die gemoord worden. Die als vreten voor de afgoden en de boze dieren worden ingezet. Met daarbij de waarschuwing van gedraag je en behoud naaste liefde. In de derde uitzending hebben we het met elkaar gehad over dat de eigenaar van de kudde, dus de eigenaar van de kudde, zegt, het moet anders. Ik ga een ander stuk land inrichten, het land Israël, en ik ga een andere herder aanstellen. En daar hebben we het nu in de vierde en laatste uitzending van deze reeks van 4 over. In Ezechiël 34 staat dit stap voor stap helemaal beschreven. En het laatste deel, daar profeteert Ezechiël de woorden van God, de Vader, de eigenaar van de aarde, de schepper. Zijn naam is Ik Ben, Yahweh. En hij spreekt daar de woorden en hij zegt, nou, die slechte leiders, daar heb ik mee afgerekend. Ik heb de schapen nu op het oog, ze worden niet meer opgevreten. Ik ga zelf voor ze zorgen. En hij heeft zich in de derde les uitgesproken over, ik ga nu actie ondernemen, de schapen gaan op een nieuw stuk land en er komt een nieuwe herder. En nu heb ik het over de goede herder. Klinkt bekend, hè? Het is een Bijbelgedeelte, we kennen Jezus de goede herder. Dat is eigenlijk heel bekend. Ezechiël 34 vers 22 tot eind. En ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Hoei. Ik zal oordelen tussen schaap en schaap. Oei, dat is dan wel weer heftig. Dus ook de schapen onderling worden beoordeeld. Heb je elkaar lief gehad? Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden, dat is mijn knecht David. Uit Juda. David, koning David, was zelf herder. Hij komt uit Juda. En tot die tijd was waren de heersers en de priesters, dat waren levieten. Mozes en Aaron waren levieten van de stam Levi. En die brachten allemaal vorsten voort, maar dat was niet naar het hart van God. Maar Juda was in de tijd van Israël de zoon die zich steeds goed gedroeg en die God de Vader echt lief had. En toen heeft God de Vader gezegd, ik ga de stam Juda gebruiken om mijn oudste zoonschap, het land, het beheer van het land, het jodendom in de wereld bekend te maken. Joden. Nou, dat hebben ze geweten. Ze hebben 2000 jaar alleen maar verdrukking gezien. Dat was echt geen gunst. Dat was een afschuwelijke marteling, hoezeer en vooral al te erg op hun dak gezeten door de christenen. Die zouden officieel dan toch dat moeten begrijpen. Maar nee hoor, die hebben ze achtervolgd en nagejaagd. En ook hun broeders, de Arabieren, hebben ze eindeloos nagejaagd om ze te doden en te vernietigen. Wat een verschrikkelijke ellende hebben de broeders Juda onder ogen gezien. En dan zegt de Heer, ik ga uit de stam van Juda de Messias halen. En dat is Jezus. Die komt uit de stam van Juda. En Jezus is, Yeshua is zijn officiële naam, en Yeshua is die goede herder. Hij heeft een nieuwe priesterorde aangesteld. Normaal waren de priesters allemaal in de stam Levi, en dan worden de priesters vanuit Juda. En hij zal als goede herder
een herder zijn die ook meteen priester is. En hij gaat ook alle schapen leren om priester te worden. Heel interessant. En hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Nou, we hebben het straks in de vorige uitzendingen gezien dat ze helemaal niet gewijd werden en alleen maar uitgebuit werden. En nu gaat ze gewijd worden. Dus iedereen is er blij mee. Hey, eindelijk aandacht. En ik, de Heer, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. De herder. Dus dan krijg je de knecht David als vorst. Koning Jezus regeert. En die zet zich in voor zijn schapen, zijn kinderen. Om die veilig te weiden. Wow! Dus we krijgen niet alleen de afrekening met de slechte leiders. Maar we krijgen ook een nieuwe leider. En dat is Jezus. En die is niet van de oude stam priesters, maar die maakt van alle schapen priesters, zodat ze zelf sturende, zelf opererende priesters kunnen zijn. En hij is de hoofdpriester. En naar een nieuwe orde. De orde van Juda. Dus niet langer uit Levi, maar van Juda. En de Heere, heb het gesproken. Nou, daar wil ik even op letten, want bij de scheppingsdagen, en God sprak. En het was er. Dus als God iets zegt, dan is het er. Dus als hij zegt, glaasje water, shuk, dan heeft u een glaasje water. Als hij zegt, kip, dan heb je een kip. Als hij zegt, eikenbomen, dan staan er eikenbomen. Als hij iets zegt, dan is het er. Hij is het woord dat uitkomt. Dus als hij zegt, de schepper heeft het gesproken, mijn knecht David, Jezus, zal de nieuwe priester, de goede herder zijn. Als hij dat zegt, dan is het zo. En dan zegt hij nog meer, ik zal een verbond van vrede met u sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Zij zullen onbezorgd kunnen wonen in de woestijn en slapen in het woud. Nou, die schapen, die weten niet waar ze over hebben. Want wij hebben tot nu toe al gewoon, na Jezus, al 2000 jaar allemaal ellende gehad. En de EU doet stuur over, we hebben al 70 jaar vrede. Nou, dat zie je dan nu wel, dat we helemaal geen vrede hebben en in ieder geval meer gestreste ellende en problemen. En dat mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die zeggen van het is erger dan toen. Ja. Er zijn dieren die komen ons niet meer lastigvallen. Tot voor kort hadden we leiders en die zorgden ervoor dat er helemaal geen bescherming was. Ze deden niks, ze verrijkten zichzelf. En er kwamen de dieren. En de Bijbel spreekt dat er vier dieren zijn. Je hebt in eerste plaats de panter. Die komt om de mensen gek te maken met geld. Mammon heet het panter. En mensen raken betoverd en ze lopen zo in de val en dan worden ze opgevreten door Mammon, de panter. Je hebt ook de beer. Die verleidt ze allemaal en die beer die heet Moloch. En Moloch is de beer die eigenlijk je zoveel mogelijk mee laat doen aan allemaal immoraliteiten. Aan allemaal carnavals en allemaal orgies en allemaal verschrikkelijke seksfeesten en horror. En de meest vulgaire levensstijl proclameert. En dat is Moloch. En die vreet je op. Dan heb je de derde dier, de wolf, die heet Dagon. En Dagon die vermomt zich altijd en die misleidt zich altijd en die vermomt zich altijd. Een wolf in schaapskleren, daar komt dat woord vandaan. Om je daarna gewoon te verslinden, te midden van de kudde kan hij gewoon zich heersen. Met misleidingen, alleen maar misleidingen. En dan heb je ook nog de leeuw en de leeuw die heet Allah en die komt om te verscheuren en te verslinden. Dat is het gewelddadige leeuw. De leeuw die komt om te verslinden. De Bijbel spreekt er heel duidelijk over van dat de leeuw gaat rond zoekende wie die verslinden kan. En dat is het terrorgeweld. En dat is de verschrikkelijke jihad. Het gewoon oneindig strijden en alleen maar het oordeel vellen. Alleen maar opvreten en verslinden en verslinden. En zo zijn daar die dieren rondom de kudde die de hele tijd proberen die schapen op te vreten. En dan zegt de schepper, als mijn knecht Jezus komt, rekent hij met die dieren af. En dan kan de kudde rustig gewijd worden. Dat is voor ons het grote vrederijk. Dat is voor ons het te gekke waar we nog niet in zitten. Want de Bijbel zegt dat het eerst een tijd wordt waarin de dieren zich
te pletter kunnen eten. Helemaal verzadigd kunnen worden. Totdat er verschillende oordelen komen over de wereld. En je mag toch denken dat de schapen tot inzicht komen en zeggen van nou, de dieren zijn verschrikkelijk. Maar onderwijl zie je dat de schapen zelf ook elkaar stoten en elkaar ook zelf het eten en het drinken niet gunnen. En in egoïsme doorleven. En dan zegt God de Schepper, wat is er toch in jullie gevaren? Maar er is een kleine groep mensen die zegt, ik ben op zoek naar mijn hart. En mijn hart zegt me, ik hoor in Israël. Ik wil door een van de poorten, er zijn 12 poorten en op elke poort staat een naam en een van die namen is Zebulon. En ik wil door die poorten naar het hemels Jeruzalem. En door welke poort moet ik dan? Je moet door de poort van Zebulon als je een Nederlands paspoort hebt. Ja. Jezus is de goede herder. Dus als je zo'n plaatje ziet met zo'n zalige man met van dat lange haar met zo'n klein lammetje in zijn arm. En je kijkt daarnaar en je wordt helemaal warm van binnen. Dan is dat mooi. Maar feitelijk is er een enorme bloedige strijd gaande. Tussen vier dieren die alle vier van allemaal verschillende kanten aanvallen. En eerst was er geen herder, dus het was de vreedfeest. Maar nu komt er één herder en de eigenaar zegt. Herder, zet je hondjes in en bescherm mijn schapen. En breng ze naar een veilig veld. En dat is wat de toekomst is voor diegenen die bij Jezus horen. Die schapen die hebben gezegd, ik hoor bij de stam van Jezus. En ik zal hun en hun gebied rondom mijn heuvel zegen geven. En ik zal ze regen geven op hun tijd. En de regen zal neerdalen en de zegen zal neerdalen. En ze krijgen land en regen. Nou, dat is genoeg. Want het land gaat vrucht geven en de vrucht kun je eten. En dan is iedereen veilig. En wat voor een land krijgen wij dan? Wij krijgen land in ons thuisland op de bergen van Israël. De bomen op het veld zullen dan vrucht geven en het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in het land wonen. Dus geen vraatzucht van oneindig vlees eten, maar permacultuur. Permanent cultuur hebben. 3-4 keer een oogst in het jaar. Permacultuur is een glim van de hemel. Ik zou je vragen om zeker op Google te zoeken wat permacultuur is en dat te gaan toe-eigenen. Want er komen hele moeilijke jaren en een permacultuurtuin, een voedselbos, met een paar aarden kan je een hele familie ondersteunen. En dat is wat we in de komende laatste uren nodig zullen hebben. Een klein stukje grond waar we ons in leven mee kunnen houden met onze hele familie. Hij zal stukjes land geven en hij zal daar regen op geven om ons te beschermen. Dan zullen we weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen liet dienen. Ja, er zijn dus mensen die willen dat je dient. Er zijn mensen die willen kruipen, die willen zich verrijken. Die willen gewoon van je eten en die willen je scheren en die willen je wol en die willen je niet bouwen maar breken. En dan zegt de Heer, nee, dat gaat niet gebeuren. Nu ben ik de goede herder aan de beurt en nu ga ik voor mijn schapen zorgen. Ik zal ze een stukje grond geven, ik zal ze regen geven en ik zal ze beschermen tegen de wilde dieren. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken. Dit zijn de plunderaars. Die heidenvolken, die worden gecoördineerd door de Rothschilds. De Rothschilds is eigenlijk op een gegeven moment een groep renteniers die aan de paus hebben gevraagd, mogen wij ook een stam van Israël zijn? En toen zei de paus, nou ja, als je iets belangrijks wil hebben, dan zijn jullie wel de jongens van het rode schild. Helemaal wolvenpraat. Helemaal misleiding. Helemaal je stuk in het rondleuteren. En gewoon alleen maar je vervolgens verrijken met misleiding en leugenachtigheid. En dan gaan ze oorlog voeren. En dan laten ze het ene leger tegen het andere leger strijden. En alle twee de legers hebben een lening bij hun. En als ze elkaar alle twee helemaal hebben vermorseld, hebben ze van dat land een grote schuld die ingelost moet worden aan hun. En dat land ook. En van beide partijen krijgen ze dan en het geld terug in de komende 50 jaar met rente. Dus die lui die zijn alleen maar zichzelf aan het verrijken. En dat zijn dan mensen die allemaal zeggen van wij willen ook een beetje bij hun horen. Vals. Tot op het bot vals. Ze zijn gekomen om te verslinderen, deze plunderaars. En dan zegt de Heer, ze zullen onbezorgd wonen, mijn kinderen. En ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dus dan op een gegeven moment geeft de goede herder de schapen een plant van naam.
Een plant van naam, wat is dat nou? Een plant. Ik weet nog dat we de wonderboom voor het eerst onderzochten. Hè, met waar wel 360 verschillende gerechten van gemaakt kunnen worden. Een prachtige plant die heel snel groeit. Waarschijnlijk ook de plant die Jona had in de schaduw toen hij Nineveh gadesloeg. Zou dat de wonderboom zijn? Of zou het manna zijn wat de Heer geeft aan het volk als ze moeten vluchten in de woestijn? Voor de antichristen en zijn legers en hulp moeten vinden, krijgen ze dan het manna terug, de plant? Of zou het wat Bob Marley zegt, die zegt het is cannabis. Gewoon, het geeft je een heerlijk ruim gevoel om de Heer te aanbidden. Want wij zijn uiteindelijk ook van de leeuw van Juda. Dus we weten niet wat die plant van naam is. Maar we weten wel dat de Heer dus in de moeilijkste uren nog het plantenrijk opdraagt om voor ons en voor zijn schapen zorg te dragen. En daarom is het zo geweldig. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij zal mij aan grazige weiden leiden. Er komt altijd weide. Want hij heeft een stuk land. Daar komt regen op. Daar komt de wonderplant. En dan kun je weer eten. Niet oneindig vlees barbecuen. Maar wel gewoon groente eten. Ja, het Genesis menu staat voor dat je één keer per week vlees eet. En voor de rest van de tijd vegetarisch. En dat kan je in allerlei versen en allerlei maten en allemaal toepassen. We zijn daar totaal niet wettisch in. Maar dat de megastallen moeten stoppen, dat is zeker. Dat de vraatzucht moet stoppen, dat is zeker. En dat permacultuur de oplossing is dat iedereen zijn tuin heeft waar hij van kan leven, ook dat is zeker. En dat als wij dan in de woestijn vluchten om broeder Juda tegemoet te snellen. En dat we dan misschien in grote druk komen. En denkt iedereen van ja wat kunnen ze nou. We drijven ze in de woestijn en we drijven ze naar de wilde dieren. Dan zal de goede herder voor ons zorgen. En hij zal een wonderplant geven. Die we kunnen eten. En dat heeft hij gedaan in het verleden. Hij heeft hij echt gedaan. De Heer heeft altijd voor zijn kinderen gezorgd. Hij zal dat nu weer doen. Dus wees nooit bezorgd. Want de goede herder zal ons zachtkens leiden. Mij ontbreekt niets, zegt David als hij het heeft over de goede herder. Dan zullen we niet langer weggenomen worden door honger in het land. En de smaad en de heidevolken zullen ze niet langer dragen. In de Bijbel wordt altijd over drie oordelen gesproken. Het oordeel van de oorlog, het oordeel van de pest en het oordeel van de honger. Ik denk dat we de biologische oorlogsvoering nu hebben met de pandemie. Met de biologische oorlogvoering. En daardoor hebben we meteen de pestilentie van de pandemie die daaruit voortvloeien. En daaruit zal het voortvloeien een wereldwijde honger. En dat is gewoon ingezet door de doodsengel die de heerschappij heeft over deze aarde. En daartoe door God geschapen is om de oordelen over ons uit te brengen. Hoe moeilijk we dat ook beginnen te begrijpen. En hoe verschrikkelijk die druk ook is. Maar wat een ondraaglijke smaad ik ervaar door heidenen die ons belachen. Die zeggen, God bestaat niet, de goede herder is onzichtbaar. En maar eindeloos blijven babbelen over alles. En misschien ben je ook zo'n babbelaar geworden die overal een mening over heeft. En ik zeg je dit. Er komt echt een moment dat je oog in oog zult staan met de schepper van hemel en aarde. En dan vergaat je de babbelen. En dan heb je een reality check. En dan zeg je, man hemel, hoe heb ik zo brutaal kunnen zijn? En ik vind de volken en de leiders de volken zo brutaal. Zo'n grote mond hebben. En ze hebben van overal verstand van. Terwijl het over één oordeel gaat. Want na het ene oordeel komt het volgende oordeel. Gaan jullie ook net zo analyseren over de hongersnood. Als dat je hebt gedaan over de vaccinaties. Daar nog een 75 graden min. En daar nog een klein beetje meer. En nou eerst dat groepje meer. En dan die weer minder. En zo, zo. Het gaat om het feit dat we onder een oordeel leven omdat onze leiders ons hebben uitgebuit. En na het ene oordeel komt het volgende oordeel. Maar de goede herder zal zijn schapen die bij hem horen en die zijn stem kennen, zachtkens leiden. Nou, dat is mijn evangelisatieboodschap. Zorg dat je hoort bij de kudde van Jezus. Dan zal die je zachtkens leiden. Dan zullen ze weten dat ik de Heer hun God ben. En dat ik met ze ben. En dat ze mijn volk zijn. Het huis Israël, spreekt de Heer. Hoor je dat? Hij zegt dus, mijn kinderen horen bij het huis van Israël. Daar zijn ze dus ingeënt. Ze zijn onderdeel daarvan geworden, van die kudde. Zo zegt de Heer. En u, mijn schapen van mijn weide. U bent mens en ik ben uw God, zegt de Heere, Heere.
Hij maakt mij weer mens. De schepper maakt mij weer mens. Hij geeft mij mijn waardigheid terug. Ik ben niet langer een schaap dat er is voor de anderen tevreden te geven en te kleden. Ik ben een mens. Hij heeft mij als mens gemaakt en hij geeft mij mijn menswaardigheid terug. Als jij je menswaardigheid onderweg bent verloren omdat mensen je hebben uitgebuit. En omdat ze je hebben uitgeknepen en ze hebben misbruikt en hebben onderdrukt. Dan zegt de grote eigenaar aan de goede herder, geef dat schaap zijn menswaardigheid terug. En ik ben God. Ik ben uw God. Ik ben Yahweh uw God. De schepper zegt dat. We hebben het hier niet over een ideetje. Hij zegt, ik ben de baas van de hele kliek. En hij spreekt zich uit. Ik ben God. God is een soortnaam. Je hebt verschillende goden. Mensen kunnen allerlei godjes maken, allemaal beeldjes maken, allemaal frutsels maken. Maar er is één enige God. De rest is allemaal maaksel van mensen, bedenksel van mensen. Maar er is eentje die was er aan het begin en die is er aan het eind. En dat is de schepper van hemel en aarde. En zijn naam is Ik Ben. En hij is de vader van Jezus. En hij is ook jouw vader. Jij bent zijn eigendom. De vraag is nu, word jij door de beesten verslonden? Of vind je schuiling bij Jezus? Schuil bij hem. Hij komt voor jou op. Hij wil jou terugbrengen binnen zijn stam van Israël. Weg met de slechte leiders. Leven de goede herder. Eén weg, Jezus. Onze Vader die in hemelen zij, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens je vrede en recht.